Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door VNO-NCW, Baks Advocaten en Bonzen Reuling Accountants en Belastingadviseurs. Welkom en fijn dat u weer kijkt naar een nieuwe aflevering van het programma over bedrijven en ondernemers, Business Update bij Focus TV. We gaan straks weer kijken naar de beelden van onze businesscamera in de Zakenzap. En ook gaan we naar de adviestip van Bonzen Reuling Accountants en Belastingadviseurs. En dit keer is het Geerke Vos, die praat over het nieuw ontslagrecht. Ook gaan we innoveren met Martin Stor, de directeur van het Achterhoek Centrum voor Technologie. Maar eerst gaan we hier naar deze tafel in de studio bij Focus TV, want daar zit Wim Thijsterman. Hij is directeur bij Contour Advanced Systems in Varsseveld. Hele mond vol. Klopt. Ja, want Wim, Contour, dat zit niet alleen in Varsseveld, hè? Het is een hele groep. Contour is een onderdeel van een groep van drie bedrijven. Contour Winterswijk maakt hoogwaardig plaatwerk, zit in Winterswijk. Dan is er een GmbH in Duitsland. En dat is meer een verkoopkantoor. En in Varsseveld zitten wij met Contour Advanced Systems. En daar maken wij eigenlijk projecten. Wat voor soort projecten? Wij maken eigenlijk projecten in de zin van alleen specials. Alleen specials. Ja. Nou, wat dat precies is, daar gaan we dit programma over hebben. Maar we willen ook eerst even wat van jezelf weten. Want kun je misschien wel horen, je bent geen Achterhoeker. Maar waar woon je? Waar kom je vandaan? Ik kom uit Apeldoorn, daar woon ik. Ik ben geboren in Oegstgeest, in het westen van het land. Ja. En na mijn schooltijd ben ik in dienst gegaan, dienstplichtig. Ja. En heb het geluk gehad dat ik bij de luchtverkeersleiding terecht kwam. Dus ik heb mijn dienstplicht gediend op een verkeerstoren. Dat was natuurlijk een fantastisch om te doen als dienstplichtige. Waarom is dat fantastisch? Ja, voor mij zit de luchtvaart zit me toch een beetje in het bloed. Ik krijg toch altijd wel kippenvel als ik vliegtuigen op zie stijgen. Ik heb daar iets mee. En als je het geluk hebt dat je toch dienstplichtig dan toch op een verkeerstoren terechtkomt, dan is dat toch wel een voorrecht. Was dat ook een beetje van huis uit? Nee, niet van huis uit. Mijn vader die had bakkerijen, dus ik ben opgevoed in de bakkerij. En luchtverkeersleiding is iets heel anders. Ja. Ja, maar luchtvaart heeft me altijd geïnteresseerd. Ja, maar goed, hij was ondernemer, dus dat ondernemende zit ook wel in je. Ja, mijn vader was ondernemer, dat klopt. Ja. En hoe ging het toen verder? Want je bent uiteindelijk ook daar gaan werken. Ja, ik heb mijn dienstplicht keurig netjes uitgediend. Er werd aan mij gevraagd van wil je blijven, want er is een tekort aan luchtverkeersleiders. Dat heb ik niet gedaan. Ik ben de dienst uitgegaan. Wat je al zegt, ik kom uit een ondernemersgezin. Ik had toch niet de intentie om ambtenaar te worden. Maar 2 jaar later ben ik dat toch gaan doen. Ik ben officier de luchtverkeersleiding geworden, of verkeersleider geworden. En in die 2 jaar zijn ze toch aan me blijven trekken. En ik had heel veel en goed contact met ze. En uiteindelijk is het toch geworden dat ik luchtverkeersleider ben geworden. Ja. Ja. En daarna? Weer het reguliere bedrijfsleven, hè? Ik ben 18 jaar ben ik luchtmachtofficier geweest. Ik heb niet alleen ben ik luchtverkeersleider geweest, maar heb ook 5 jaar bij EWEX gevlogen. En ik heb ook... Moet je even uitleggen voor de mensen die niet weten wat EWEX is. EWEX is een groot radarvliegtuig die als een commandopost in de lucht vliegt. Ze staan gestationeerd net over de grens bij Roermond in Duitsland, bij het plaatsje Geilenkirchen. Het zijn grote Boeing 707's met een grote radar bovenop met een diameter van 10 meter. Ja. En als je boven bijvoorbeeld Duitsland vliegt, dan kan je het hele luchtbeeld van Duitsland kan je bekijken. Zo'n enorme radius hebben ze. Ja, dus het is in feite de beveiliging van het complete luchtruim? Ja, tijdens de Koude Oorlog is er besloten om een x-aantal vliegtuigen te kopen door NATO, gestationeerd in Duitsland, om boven Europa te laten vliegen om ook vliegtuigen op lage hoogte te kunnen opsporen. En daarnaast doen ze nog allerlei andere zaken als het begeleiden van voedseldroppingen, het begeleiden van gewonden halen, uit gebieden halen. Dus het is een heel divers,
divers programma wat ze kunnen bedienen. Ja. Als je dat nou doet, moet je dan ook, wat voor soort opleiding moet je dan hebben? Moet je dan technische opleiding hebben? Nee, ik heb het gedaan vanuit mijn luchtverkeersleidingsopleiding. Ik ben inmiddels wel bij, ik heb me wel om laten scholen daar op, meer op het gebied van radartechniek en communicatietechniek. Maar goed, dat is een eigen keuze geweest. Mm-hmm. En ja, nou goed, van daaruit lag ook wel het bruggetje weer terug naar het bedrijfsleven. Ja. Ja. En welke stap heb je toen gemaakt in het bedrijfsleven? Want ik neem ik aan ben, dat je toen direct bij Contour terecht kwam, of wel? Nee, ik ben. Ik ben gehetunterd door British Telecom in de tijd dat de liberalisering van de telecommarkt plaatsvond. Dus naast KPN en Vodafone kwamen er toen drie operators bij, Ben, Dutstone en Telfort. Mm-hmm. Telfort was van British Telecom en British Telecom heeft mij gevraagd of ik in ieder geval verantwoordelijk wil zijn voor de bouw bovengronds van het netwerk. Dus dan praat je over telefooncentrales en alle vergelijkbare centrales die het glasverkeer regelen. Mm-hmm. Ja. En op enig moment kwam je in Winterswijk terecht bij Klein Poelhuis. Ja, ook daar lag weer een link. De link was eigenlijk Defensie en Telecom. Wat Klein Poelhuis deed is, ze bouwden veel gsm-masten voor de telecomwereld. En ze waren eigenlijk ook wel bezig om toch wat meer zich te verdiepen in de markt van de specials. Mm-hmm. En de specials, ja goed, werden toch vaak door de, waren toch vaak gevraagd vanuit defensieopdrachten. En ja, 1-1 was 2. En zo ben ik daar terechtgekomen als leidinggevende. Ja, zo kwam je ook in Oost-Nederland terecht. We praten zo meteen verder over Contour. Hoe je daar terecht bent gekomen en welke projecten jullie dan ook doen. Nou, de affiniteit met techniek, met defensieachtige projecten, die is er in ieder geval. Praten we zo meteen over verder. Maar we gaan eerst kijken naar de beelden die geschoten zijn door onze businesscamera, die weer kriskras door Oost-Nederland ging. En dat doen we in de Zakenzap. Het Achterhoekse bedrijf State of Art uit Lichtenvoorde opende donderdag een kledingwinkel in Winterswijk. Storemanager Rob Koeslag is blij met de winkel. Het is een prachtige winkel geworden. Ben ook blij mee. Ik denk voor Winterswijk echt een eyecatcher. Winterswijk is een groot winkelbestand en dit multibrand past daar zeker. Ons marktsegment is toch wel de man vanaf 35 jaar tot aan hoe oud ook, die man ook mag zijn. Hè, die gevoel voor kwaliteit heeft. Die ook wel een tikkeltje affiniteit heeft met de autosport. Dat zie je ook wel aan de klassieke sportauto die voor de deur staat. Dus ja, daar focussen wij ons op. De verwachtingen zijn eigenlijk wel goed. We hebben natuurlijk een Duitse markt. Hè. Ik zeg altijd, Winterswijk is een dorp, maar in het weekend is het een stad. Het is heel veel potentieel van buitenaf. Zelfs vanuit de plaatsen omheen komen graag naar Winterswijk winkelen. Omdat Winterswijk sterk is met zijn parkeerbeleid, gratis parkeren, gemoedelijk. Veel keuze aan winkels, wat ik al zeg. En Sterrenvaart past daar zeker in. Roots die wij in Lichtenvoorde hebben. In 1936 al begonnen als productiebedrijf. Breifabriek, hè, de Albert Westerman breimodefabriek. Dus wij zijn niet geboren vanuit marketinggedachten, maar vanuit een productiegedachte. En dat herken je als je in onze store zo naar binnen stapt. De kwaliteit van de producten, de klantgerichtheid. Het gaat goed met het bedrijf. Het gaat goed met State of Art. Wij zijn tevreden met de resultaten die we boeken. We zien zelfs al een lichte groei als we kijken naar onze voorverkoop van het winterseizoen. Zo zijn we tevreden mee. En dat is ook mede te danken aan ons fantastische team dat wij in Lichtenvoorde hebben, maar ook in onze winkels hebben. Die dragen allemaal positief bij aan dit resultaat. Tot zover de beelden van de businesscamera in de Zakenzap en volgende week is er gewoon weer een. Zometeen praat ik hier verder met Wim Thijsterman, directeur van Contour Advanced Systems uit Varsseveld. Maar eerst gaan we naar de adviestip van Bonze Reuling Accountants en Belastingadviseurs. Aan het woord is Geerke Vos over het nieuwe ontslagrecht. Onlangs is de nieuwe wet Flexibiliteit en Zekerheid door de Tweede Kamer aangenomen. De vraag is nu wat de uitwerking van deze wet in de praktijk zal zijn. Wordt u als werkgever er nou beter van, of wordt het eigenlijk alleen maar slechter? U wilt als werkgever een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd verlengen. Op basis van de nieuwe wet zijn de mogelijkheden echter beperkt.
U kunt nu al anticiperen door nu arbeidsovereenkomsten open te breken en te verlengen, zodat u op deze manier onder de oude regelgeving uw flexibiliteit nog behoudt. Ook zal u op basis van de nieuwe wet veelal een transitievergoeding moeten betalen na beëindiging van een arbeidsovereenkomst. Maar hoe hoog is nou die vergoeding en waarvoor dient die vergoeding? Ook hierover willen we u graag bijpraten. U kunt als werkgever deze vergoeding ook beperken. Op 10 april aanstaande organiseren wij een cursus voor u als werkgever. Graag praten wij u bij over deze nieuwe wet en de gevolgen daarvan voor u. Maar ook over de concrete acties die u nu nog kan ondernemen om deze gevolgen misschien te beperken. Graag zie ik u 10 april aanstaande. U kan zich aanmelden via onze website www.bonzenreurlink.nl. Te gast in Business Update hier bij Focus TV is Wim Thijsterman, directeur van Contour Advanced Systems uit Varsseveld. Wim, straks hebben we het even over jou gehad, hoe jij ertoe gekomen bent om uiteindelijk bij dit bedrijf terecht te komen als directeur in Varsseveld. Contour maakt deel uit van de Fado Groep. Wat is dat voor een groep? Welke bedrijven vallen daar allemaal onder? Ja, Fado is een privé-investeerder. Fado staat voor de familie van Doornen, beter bekend van de DAF. En zij hebben ongeveer in de Benelux een 40-tal bedrijven. Mm. En daarbuiten doen ze nog veel meer. En zij investeren ook in bedrijven in de Achterhoek. In de Achterhoek zijn de bedrijven Klein Poelhuis, Sorba, Winterwarm. Dat zijn ook Fado-bedrijven. En dan de Contourgroep, zoals ik al zei, Winterswijk en Varsseveld. Ja. En al met al geven ze toch ongeveer aan 600 man werk in de Achterhoek aan deze fantastische bedrijven. Ja, de Fado-groep, een grote werkgever in de Achterhoek. Een grote werkgever in de Achterhoek, ja. Je hebt ons al een beetje nieuwsgierig gemaakt, want we hebben het de hele tijd over Contour, Advanced Systems. We doen projecten, zeg je, maar wat zijn het nou voor projecten? Contour Advanced Systems, zoals gezegd, bouwen specials. Daarmee onderscheiden we ons ook in de markt. De kracht van het bedrijf is dat we heel veel verschillende disciplines onder één dak hebben. Mm-hmm. En dan praat je over werktuigbouw, dus mechanisch, elektrisch, klimaat, 19 inch. 19 inch is beter bekend als computerrekken. Speciale bekabeling, nou goed, al dat soort zaken hebben wij onder één dak. We hebben ook een hele goede engineeringsafdeling en met z'n allen zijn we in staat om grote projecten turnkey aan te nemen. Ja. Geef eens een voorbeeld van dat soort projecten. Een groot project wat wij op het moment bouwen is voor de Hewlett Packard Worldwide in Houston. Bouwen we buiten Amerika al hun modulaire datacenters. Dus dan moet je denken aan datacenters in containers die overal ter wereld geplaatst worden. Een voorbeeld daarvan is bijvoorbeeld bij Airbus. Mm-hmm. Dus dat lijkt aan de buitenkant een gewone container, maar aan de binnenkant compleet aangepast. Hoe moet ik dat voor me zien? Zit vol met techniek. Wie wel eens een datacenter heeft gezien. Dat zijn opstellingen van heel veel rekken met heel veel computers erin. Mm-hmm. In een container van 12 meter zitten toch al gauw 2200 servers. En omdat ze heel erg compact gebouwd zijn, zijn ze enorm energievriendelijk. En eigenlijk is het zo dat de energie die je erin duwt, die haal je er ook uit. Ja. En als je een vast datacenter hebt wat heel goed gebouwd is, dan is het bijna dat je in dit soort systemen de helft van je energie bespaart. Ja. Maar naast dat het gewoon moet voldoen, zeg maar, hè, het datacenter moet functioneren, neem ik aan dat je ook aan allerlei andere zaken moet denken als veiligheid, beveiliging, klimaat. Het moet niet te warm, het moet niet te koud zijn. Hoe doen jullie dat? Ja, nou ja, wat ik al zei is, we hebben dus hele goede engineers die dat allemaal ontwerpen. Mm-hmm. En de zaak ook heel erg goed op elkaar afstemmen. Maar je hebt gelijk, er zit natuurlijk toegangsbeveiliging op, er zit brandbeveiliging op, er zit een enorme koelcapaciteit op. En ja goed, er moet bekabeld worden, er moeten rekken gebouwd worden, de container moet gebouwd worden en uitgedacht worden, geëngineerd. Ja, al met al is dat heel veel werk, maar daar zijn we heel erg goed in. En het voorbeeld van zo'n datacenter is dat we in staat zijn om een compleet nieuw datacenter voor een klant te bouwen in 3 tot 4 maanden. Ja. Ja. Is dat ook jullie onderscheidend vermogen? Kan de concurrent dat ook? Op het moment zijn wij met een bepaald type datacenter eigenlijk de enige die in de wereld die dat soort datacenters kunnen bouwen. Dat doen we dus samen met, in dit geval met Hewlett Packard.
Maar goed, ja, goed, alles wat nieuw is, dat wordt natuurlijk ook gevolgd. En, ja. Dus al in de toekomst ook wel iemand anders zijn die dat ook kan. Er worden wel modulaire datacenters gebouwd door anderen. Maar qua techniek zijn we best wel ver vooruit. Ja. Ja. En het is natuurlijk ook fantastisch dat een bedrijf uit Houston toch een bedrijf in de Achterhoek vindt die dat bouwt. Ja. Gebeurt dat vaker? Met andere woorden, hoe ziet het met jullie klanten uit? Komen die worldwide naar jullie toe? Wij werken voor heel veel grote opdrachtgevers in het buitenland. Ja, ook Nederland, bijvoorbeeld ook een bedrijf als Thales in Hengelo. Daar hebben we een hele goede relatie mee. Mm-hmm. En daar werken we ook heel graag voor. Ja. Nu heb je zo'n gehad over mobiel datacenter. Zijn er nog andere projecten waarvan je zegt, van, nou, daar kan ik concreet zijn. Dat kunnen wij maken. Dit is een vraag van onze klanten. Ja, als je kijkt naar een bijvoorbeeld in Den Helder zijn we op het moment voor de marine, zijn we een volledige brug van een schip, twee stuks, in een gebouw aan het zetten. Dus je moet je voorstellen, je zaagt de brug van het schip af, je zet hem in het gebouw en je bouwt er een ronde cirkel, een muur omheen en op die muur projecteer je de beelden. Ja. Dat soort systemen bouwen we. Dan zitten wij wel meer aan de hardwarekant. De software wordt geleverd door een softwareleverancier. Ja, maar jullie werken dus veel voor defensie? Wij werken ongeveer 50% voor defensie, 50% civiel. Ja. Ja. En dat voor defensie, is dat alleen voor Nederland of ook voor NAVO-partners? Wij bouwen ook voor NAVO-partners. Ja, er is wat wij bouwen is voor veel internationale bedrijven. Mm-hmm. Die toch gecharmeerd zijn van onze van de manier waarop wij werken en ook de manier waarop wij dingen ontwerpen. Bouwen wij toch voor veel bedrijven internationaal systemen. Ja. Is dat vaak maatwerk? Met andere woorden, moet je slim nadenken? Moet je innoverend zijn? Je moet heel erg innoverend zijn. Ik kan wel ik kan best een voorbeeld van geven. Als wij commandopasten bouwen voor bijvoorbeeld in een container. En dan maakt het voor ons niet uit of het in een container zit of in een trailer of in een gebouw. Mm-hmm. Maar laat ik maar een container als voorbeeld nemen. Als je alleen al kijkt naar de expertise voor lucht. Je hebt een container nodig die van pol tot evenaar inzetbaar is. Daarbij heb je daar moet je dus een klimaatunit in bouwen, liefst zo klein mogelijk, want ze willen zoveel mogelijk operationele ruimte hebben in het apparaat. Als je dat gebouwd hebt, dan gaat het er ook nog eens een keer om dat er lucht in die container gebracht moet worden. Dat is vaak meer dan 1 miljoen liter lucht per uur. Dan moet die lucht eruit en dan zeggen ze we willen ook nog onder chemische, biologische omstandigheden werken. Dus als we in besmet gebied staan, dan moet er ook nog overdruk in zo'n systeem zitten. En dan heb ik het alleen nog maar over lucht. Ja. En het gaat over veel meer. Zo kun je nog veel meer dingen noemen. Nou, iemand die ook heel veel daarover weet en over kan vertellen, omdat hij veel bij bedrijven komt, is de directeur van het Achterhoekcentrum voor Technologie. Jij kent hem, hè? Ja, Martin Stor. Martin Stor. We hebben hem al aangekondigd. Martin, wat heb je deze week voor ons? Ja, Twan, jij komt natuurlijk ook wel eens een keer bij de IKEA. En dan ben je daar wat aan het eten. En vervolgens kom je met je dienblad met voedselresten. Die zet je op zo'n transportband. En wat nou het bijzondere is, die transportband plus alles wat erachteraan komt, dat komt uit Ruurlo. Rendisk, die maakt die. En ja, wat nou de innovatie is, is dat die voedselresten, die worden door Rendisk nu vermalen. Vervolgens door een vacuümsysteem naar een centrale plek in de keuken gebracht. En daar wordt vervolgens het water eruit gehaald, tot wel 80%. En dat betekent dat je droge GFT-afval krijgt. Ja, en dat kun je natuurlijk op allerlei mogelijke manieren verwerken. Dat kun je gewoon afvoeren. En ja, je zou het ook aan een vergister kunnen aanbieden. Een prachtige innovatie die eigenlijk heel Europa weer overgaat uit de Achterhoek. Wil je er meer over weten? Kijk op mijn weblog www.act-nu.nl. Dankjewel Martin voor jouw bijdrage over innovatie in Oost-Nederland. Hier aan tafel bij Business Update praten we nog even verder met Wim Thijsterman, directeur van Contour Advanced Systems in Varsseveld. Als het gaat om de economie die weer een beetje gaat groeien, het gaat weer wat beter bij bedrijven, maar ook bij innovatie is het heel belangrijk dat je op een gegeven moment ook weer werkkapitaal hebt. Hoe kijk je daar tegenaan? Is dat te verkrijgen? Ja, nou ja, zoals je al zegt, geld is een hele belangrijke in het bedrijfsleven. Het is niet zo in projecten dat je altijd voorgefinancierd krijgt. Je zal ook wel eens zelf geld moeten investeren. En uiteraard, daar is werkkapitaal voor nodig. Nou, wij hebben het geluk als bedrijf dat we door de jaren gegroeid zijn. Dat we ook goede cijfers kunnen laten zien.
Dus dat is het voordeel. Dan praat het toch makkelijker bij een bank. Ja. Maar zoals ik al zeg, soms hebben we ook wel eens een beetje meer nodig. En dan zie je toch dat het best lastig is bij banken om aan te kloppen. Ja. Maar goed, even antwoord op je vraag. Ik denk inderdaad, als de economie gaat lopen, ja goed, dan zal er toch ook geld los moeten komen. Ja. Ja, wat vind je dan van een initiatief uit Oost-Nederland als een Norbekrediet? Wanneer ondernemers zeggen, nou, als het moeilijk is om werkkapitaal aan te trekken, dan doen wij het zelf. Wel onder bepaalde voorwaarden. Je ziet wel nieuwe creatieve manieren van kredietverstrekking. Maar goed, kort en samengevat. Ja goed, nogmaals, als je met je klant een contract wilt tekenen, dan zou je toch geld nodig moeten hebben om het in ieder geval het aan de klant te kunnen leveren. Mm-hmm. Tot nu toe hebben we daar helemaal geen problemen mee gehad. En ik verwacht dat ook niet in de toekomst. Maar goed, geld is een belangrijke. Dat ben ik met je eens. Als we toch in de toekomst kijken, wat ligt er voor jullie in verschiet? Hoe zit het bijvoorbeeld met medewerkers? Kunnen jullie goed, want jullie maken zulke speciale dingen. Kun je goed aan mensen komen die dat ook kunnen maken? Ja, nou goed, we hebben een heel fijn vast team van medewerkers. We werken eigenlijk ook al heel lang bij ons. Het aantrekkelijke voor de weinig mensen. Verloop dus. We hebben weinig verloop. Het aantrekkelijke is natuurlijk dat we heel veel verschillende projecten bouwen. Dus het is nooit hetzelfde voor de mensen. Maar goed, wij hebben ook een initiatief gestart in de Achterhoek en dat heet Innovar. En wij werken met 3 bedrijven samen, van Raam en Waterkracht. Ja. Hebben ze gezamenlijk 1 persoon in dienst genomen om zo goed mogelijk studenten van de markt te halen. En waar vroeger wij geen studenten konden krijgen, ja, zitten we eigenlijk nu al in een luxe probleem dat we ze soms af moeten wijzen. Ten spijte. Ja. Ja. Maar, en hoe zijn jullie daar zo op gekomen? Want in feite is dat ook een heel innovatief om gewoon te zeggen, wij willen studenten trekken. We gaan dat gewoon met een aantal bedrijven, gaan we iets innoverends opzetten. Ja, nou goed, ook dit hebben we met de Martin Store samen gedaan. Ook met de scholen, mm-hmm. De hogescholen. En kijk, studenten, we hadden toch het gevoel dat ze liever naar het westen gingen als naar het oosten. En op deze manier hebben we toch een beetje het wauwgevoel kunnen creëren in de Achterhoek. Ja. Dat ze toch mooie bedrijven zien hier en dat ze toch graag dan ook bij die bedrijven willen stage lopen of afstuderen. Vraag is hier vaker gesteld aan tafel. Hebben we toch weer over van mensen willen naar het westen en niet naar het oosten. Terwijl hier zulke mooie bedrijven zitten. Je zit net te vertellen over Contour en de Fado Groep en welke bedrijven daarin zitten. Is toch jammer, hè? Wat doen we dan verkeerd? Waar moeten we dan roepen in Nederland hoe mooi we zijn in deze regio als het gaat om bedrijvigheid? Nou, een van de dingen die ik gemerkt heb toen ik zelf in de Achterhoek kwam, 13 jaar geleden, was doe maar gewoon, dan doe je gek genoeg. Ja. En ik denk dat je hoeft niet te overdrijven, maar je mag best vertellen wat voor mooie producten je maakt. Ja. Dat doen jullie ook. Een paar weken geleden waren de leden van VNO-NCW Achterhoek bij jou in Varsseveld te gast. Maar in mei zijn ze bij Contour in Winterswijk te gast. Wat gaan ze daar zien? Ja, daar gaan ze een heel erg modern bedrijf zien. En ik nodig ook iedereen uit om daar zeker naartoe te gaan. De kracht van dat bedrijf is dat ze heel veel investeren in nieuwe apparatuur mm-hmm. ja, en machines. Gastheer is daar Rolf van de Putten? Rolf van de Putten en Willem Zwiers. Wat maken ze dan eigenlijk daar? Nog even op de valreep. Wat ze daar maken is eigenlijk hoogwaardig plaatwerk. En dan moet je denken aan bijvoorbeeld Röntgen machines voor Philips Medical, mm-hmm. maar ook machines voor ASML. Oké, okay. Ja. Want we zitten aan het einde van het programma. Ja. Dus dan wil ik je graag bedanken met een ferme handdruk voor de komst hier naar de studio en het boeiende verhaal over Contour Advanced Systems in Varsseveld. Wim Thijsterman, nogmaals dank je wel. U bedankt weer voor het kijken naar dit businessprogramma. En volgende week is er weer een nieuwe aflevering van Business Update. Tot dan. Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Office Design Nederland, VNO-NCW en Bonzen Reuling Accountants en Belastingadviseurs.